ons eten. We staan er niet altijd bij stil waar ons eten vandaan komt en wat er voor nodig is. Wat veilig en gezond voedsel voor ons betekent. Dat verhaal mag verteld worden. Zeker hier in Flevoland, een echte voedselprovincie. Hier werken dagelijks veel mensen aan ons voedsel. Tijdens de Dutch Food Week in oktober gaan wij een aantal van hen in het zonnetje zetten. Wie? Dat kunt u ons vertellen. Wie zet zich in om ons allemaal een stukje bewuster te maken van de waarde van ons voedsel? Wie heeft zich het afgelopen jaar in het bijzonder ingezet om de verbinding tussen voedselproducent en consument te versterken? Wie verdient de waardering 2023 in Flevoland? Dat kunnen boeren, telers en vissers zijn, maar ook leerkrachten, directeuren van bedrijven of medewerkers van organisaties die het verhaal van ons voedsel vertellen. U kunt tot 20 september iemand nomineren via de website. Doen! Onze voedselmakers verdienen dat.